Ben jij benauwd dat je camera je thuis in de gaten houdt? Check dan de One van Somfy. Die heeft een privacy shutter. Hey, Erwin hier van Bright. Ik heb in mijn smart home thuis, mijn eigen smart home, heb ik ook een aantal camera's staan. En het viel me op, ik heb er van deze. En het viel me op laatst een paar keer dat die omgedraaid stond. Omgedraaid van hoe ik hem had neergezet. Ik had gezegd, ja, hoe kan dat nou? Hebben de kids ermee gespeeld? Of is de kat er langs gelopen? Of heeft hij hem kopjes gegeven? Nee, wat bleek nou? Dat was mijn vriendin. Die vindt het dus niet prettig wanneer zij s'avonds op de bank ligt te chillen en die camera staat op haar gericht. Ik heb er niet zo last van, maar nou, ik kan er wel in komen. Voor die mensen wil ik de Somfy One aanraden. Die heeft dus een privacy shutter, kijk maar. Die gaat automatisch dicht wanneer je thuis komt. Dat is best een fijn idee. Is die One verder dan eigenlijk ook een camera die ik jou kan aanraden? Nou, best wel. Ik heb het lijstje bij, een hele waslijst. Zijn blikveld is 130 graden. Nog net. Er zit een sirene op, die een sirene kan laten horen van 90 decibel. Daar schrik je wel je broek uit, zeg maar. Hij kan huisdieren negeren. Ook wel fijn. Ik heb al camera's gehad die dat niet deden, daar ben je helemaal gek van. Hij ondersteunt multi-user, ja, dat is ook wel handig. Dus je kan ook de schoonmaker een soort account geven. Gratis opslag, al is het wel beperkt tot maar clips van 10 seconden. Die worden 24 uur bewaard, daarna moet je gaan betalen. Oh ja, hij werkt met Somfy Tahoma, de hub. Met Amazon Alexa en met Nest. Wat kost hij? Zo'n 250 euro. Hij is al een half jaar op de markt, maar... Hij doet nog aardig mee. De beeldkwaliteit van de Somfy One is full HD en is best oké. Al zijn er inmiddels betere camera's op de markt, waaronder deze Cam IQ van Nest. Die filmt in 4K en kan bij close-ups vrij scherp blijven. Dat is wel fijn. Nest heeft hier wel heel recent nu een outdoor variant van uitgebracht. En die heeft onze Rutger in Groningen getest bij zijn huis. Dit is de reguliere Nest Cam Outdoor, nog steeds te koop voor 180 euro. 1080p, prima camera, niks meer aan de hand. Maar de nieuwe is deze jongen. Vele malen groter, 800 gram zwaar en ja, voelt gewoon stevig aan. Ziet er goed gebouwd uit. En ook het ophangmateriaal is van aluminium nu, dus hangt stevig aan de muur. En handig. De vorige had een snoertje in beeld en dat snoertje zag je altijd en kon je dus ook doorknippen als je kwaad zou willen. Bij deze, moet ik even dit doen, is de USB-C-kabel blind weggewerkt en kun je dus een gat maken in de muur. Daar de stekker doorheen werken en hem helemaal blind aansluiten. De oude camera had een 1080p beeldkwaliteit, dus full HD. Deze is vier keer zo goed, die heeft een 4K beeldkwaliteit. Maar het aardige is dat je geen 4K beeld te zien krijgt per se, maar dat de camera een 1080p, dus full HD schermpje, een uitsnede maakt en die laat zien. Dus als ik hier ga staan in 4K, dan is dit stukje beeld nog steeds full HD. En dat is wat deze nieuwe camera doet, zodat je ook als mensen wat verder van de camera staan, toch een goed gedetailleerd beeld krijgt. Dan de prijs. De oude kostte dus 180 euro, of nu te krijgen voor 180 euro. Deze kost 380. Dus je betaalt wel wat meer voor die bouwkwaliteit en beeldkwaliteit. Ja, Nest is na een periode waarin het allemaal wat stiller was rond het bedrijf, weer volop bezig. Er zijn nieuwe kleuren verschenen van een thermostaat. Die goedkope versie van de thermostaat is nog niet in Nederland verkrijgbaar helaas, maar een slimme deurbel en dus high-end camera's zoals deze en die outdoor versie. Een integratie, nu Nest weer een soort hergewaardeerd is binnen de Alphabet familie, het moederbedrijf van Google en Nest, en Nest nu weer bij Google zit, zou je misschien verwachten dat er ook wat meer integratie gaat plaatsvinden tussen Nest en de Google diensten. Ja, treurig genoeg. Nest is overgenomen door Google. En dan denk je van handig, dan kan ik met Google Drive en Google Foto's allemaal slimme dingen gaan doen. Dat is helaas niet aan de orde. Als jij je vriendjes, je vrouw, je kinderen allemaal geïdentificeerd hebt op Google Foto, dan kun je dat nog een keer doen voor de camera. Deze camera kan namelijk mensen herkennen. Maar dan moet je hem wel zelf solo leren. Dat kan je niet leren van wie je al in Google Foto's hebt aangegeven. En de opslag vind je ook niet in Google Drive, maar zit weer in de Nest app.
jammer. Wat ik jammer vind bij Nest is die Aware-dienst, waar je dus extra moet betalen om opnames terug te kunnen zien. Is daar nog iets aan veranderd? Ja, er is nu een goedkoper abonnement. Was één van de grote nadelen altijd inderdaad. Is nu een kleiner nadeel geworden. Je kunt nu voor €5 per maand of €50 per jaar, kun je 5 dagen aan opslag krijgen. Dus dat betekent als er 5 dagen geleden iets gebeurd is, of 4 of 3 of 2 of 1, dan kun je dat nog weer terugzien voor €50 per jaar. De camera's ook te gebruiken zonder die optie, maar dan heb je geen mensenherkenning, dan kun je dus niet terugkijken. Heb je eigenlijk veel minder aan het ding. Oké, nou dat is dus de helft goedkoper dan het voorgaande goedkoopste abonnement van Nest Aware. Dat is vooruitgang, maar ja, ik blijf het gewoon een vervelend idee vinden dat je koopt een camera voor een paar honderd euro en dan heb je alsnog weer kosten. Het zit mij niet. Daarom, ik gebruik nog steeds thuis deze Netatmo camera's, want daar heb je die kosten niet. Bij Netatmo laten ze je opnames opslaan in je eigen Dropbox account of op een FTP server. Over die Netatmo trouwens camera's nog even een nieuwtje. Afgelopen jaarwisseling kreeg de Presence, dat is de buitenvariant van deze, die is wat groter en zwarter en een lamp erin. Die heeft een update gekregen met ondersteuning voor HomeKit. Dat is het smart home systeem wat ik thuis ook zelf gebruik. En ik heb nu van Netatmo bevestigd gekregen dat de Welcome camera, deze binnencamera, deze zomer aan de beurt is. Dan weet je dat alvast. Doe een duim en vergeet die rode subscribe-knop natuurlijk niet. En tot de volgende.